Welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Tom is aangeschoven, een nieuw stukje tech gericht op jullie, de game. Nee, ik moet jou zeggen. Dat heeft Tom mij geleerd. Ik mag niet meer jullie zeggen, ik moet jou zeggen. Dat is persoonlijk. Ja, tenzij mensen in groep verband de video's kijken. Ja, precies. Maar dat doet niemand, want iedereen schaamt zich dat ze ons video's kijken. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech, gadget en gear bespreken. Naast me zit Tom Kouwenberg en hij is aan de slag gegaan met een nieuw stukje tech speciaal voor jou, de gamer. Het is de Corsair HS70 draadloze headset. Ja, HS staat denk ik voor headset. Dat is een keer een duidelijke titel en dit is de 70ste headset van Corsair denk ik dan. Het is inderdaad de 70ste headset, ze zijn al eventjes bezig. Ja. Nee, Corsair doet sinds een aantal jaar headsets en ze hebben een tijdje terug, ik geloof vorig jaar ongeveer, hebben ze een nieuwe lijn geïntroduceerd. En dat was toen ook al met de HS50 die wij hier ook al lang gebruiken, bijvoorbeeld ook met de Gamers at Podcast. Hele fijne headset, dat is de bekabelde variant en dit is dus de draadloze variant. Dus dan betaal je ongeveer 100 à 110 euro, soms is het een stukje goedkoper, voor een draadloze headset. Ja, en het is een fijne headset. Vind ik. Jij was minder volgens mij. Ik weet het nou, kom ik straks op. Ik heb hem namelijk ook gebruikt. En ik vind een draadloze headset altijd heel fijn. Want ik denk altijd van, oh, waar is mijn draad? En dan denk ik, oh nee, het is er niet. En dan kun je gewoon lekker bewegen. En lekker. Ja. En hij ziet er super stijlvol uit. Ja, dat vind ik sowieso. Maar dat was ook al bij de HS50. Had ik zoiets van, nou, ik vind dat nieuwe design wat ze hebben gewoon vrij minimalistisch, zou ik willen zeggen. Nou ja, gewoon meer mainstream of zo. Het voelt minder je gamerig. Je staat niet voor lul als je deze, weet ik veel, in de trein in het publiek je zou dragen. Je staat altijd voor lul als je zo'n grote headset in de trein draagt. Maar tegenwoordig doet iedereen dat, maar dat de zaak hier staat minder voor lul met deze headset. Hij roept niet, ik ben een gamer! Precies, en dat is een beetje het punt. Hij heeft iets soberders van design. Dat doet Corsair sowieso al een heel stuk, heel veel vaker. Alleen, nu maken ze hem ook nog eens een keer draadloos. Dus is hij een tikkeltje duurder, maar nog steeds is de prijskwaliteit wel prima. Ja. Ja, want een nadeel aan een draadloos headset is natuurlijk altijd dat het geluidskwaliteit technisch gezien altijd iets inboet aan kracht. Ja, dat is ook wel met dit geval, moet ik zeggen. Want ik was heel erg te spreken over de HS50, hoe die is in zijn klanken. Als je nu naar de HS70 gaat kijken, zou ik wel zeggen dat die iets fletser is. Iets minder vol of zo. Dat kan natuurlijk komen omdat ze dat, het zijn dezelfde drivers, maar het moet natuurlijk door die USB-dongel gestouwd worden. Dus, en dat wil ook zeggen, het bereik vind ik wat minder. Ik weet niet hoeveel jij ermee hebt rondgelopen. Nee, voor mijn laptop. Ja, nou kijk. als ik het vergelijk met andere headsets op de markt, dan kun je wel merken dat Corsair nog niet hier helemaal echt enorm sterk in is. Want ik merkte dus al dat als de batterij, ik denk ergens halverwege was of zo, dan begint die al weg te vallen bij een paar meter afstand of als er een glazen wandje voor zit. Okay. Maar dat is best wel een probleem als je achter je console zit, je hebt een grote televisie, staat dat weer weg, bijvoorbeeld waar de camera nu staat, dan heb je dus al een probleem als je batterij niet helemaal vol is. Ja, nou dat heb ik dus ook gemerkt inderdaad, dat je dan inderdaad naarmate die leger gaat, is het dus wat lastiger om een goed bereik mee te krijgen. En tegelijkertijd zijn er heel weinig indicaties om te weten hoe vol die precies is. Dus je weet eigenlijk nooit of hij bijna leeg is, of bijna vol, of half, of whatever. Hij geeft dat niet aan. Hij geeft alleen zeg maar als het al te laat is, als je bereik al weg aan het vallen is, geeft hij af en toe een biepje van volgens mij ben ik leeg. En dat is best vervelend, want deze headset kun je natuurlijk niet batterijen doen. Het moet opgeladen worden. Dus als je klaar bent, dan moet je echt weer aan de micro-USB. En hij werkt niet over micro-USB direct. Dus dan moet je inderdaad gaan wachten. En wat dat betreft heb ik het idee dat het wat minder sterk staat tegenover andere draadloze headsets. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een beetje wat ik zie als het paradepaardje in dit genre, dan is dat natuurlijk die van Plantronics. Oh. Nee, de RIG 800 vind ik persoonlijk een hele fijne headset. En die zegt, als je hem opzet, en Turtle Beach doet dat ook, zegt die battery low, battery medium en dergelijke. Dat doet dit ding niet. Dus je zet hem op en je denkt, ik hoop dat ik nog een uurtje heb. Voor hetzelfde geld heb je geen uurtje. Misschien konden ze geen voice actor vinden. Nee, ze konden niemand vinden die even zei... Iedereen was bezig met Red Dead Redemption. Ja. Iedereen was kwijt. Rockstar had alles afgekocht. Heel de zachte. Dus door. Ik kreeg een heel stom feitje. Dat er meer stemacteurs werken aan Red Dead Redemption 2 dan acteurs in 8 seizoenen Game of Thrones. Oké, dat hebben ze... Je hoort het bij Gamers at Gear. Ik kan niet wachten op Carice van Houten horen in die game. Hell yeah. Goed. De headset is dus draadloos en heeft daarmee een aantal soort van nadelen die heel veel draadloze headsets hebben. En daarbij komen we een beetje met de vraag, wil je dat?
Ja, nou ja, als gamer bedoel ik. Ik kan me voorstellen dat je dit modelletje wel wil omdat je op zoek bent naar een draadloze headset die niet meteen in het topsegment zit. En wat dat betreft, als je wat lager insteekt in je budget en je wil toch draadloos hebben, dan denk ik dat dit best wel een zuivere optie is. Alleen dan moet je dus wel letten op inderdaad het bereik, net iets mindere audio kwaliteit. En godcolleren, ik vind de microfoon ook niet zo heel fraai. Dat is natuurlijk weer altijd Discord certified. Maar ik zat ermee op Discord, zat ik met de redactie, zat ik een persconferentie te coveren en iedereen lachte me gewoon uit. Want het leek alsof ik zeg maar door een aardappel aan het praten was die bij iemand in de reet is geduwd ofzo. Dus dat was echt niet fraai. Is er gebeurd trouwens heel vaak met headsets, dat de microfoon niet zo fraai is. Het grappige is dat ik met mijn Trust headset ooit de beste audio kwaliteit. Ja, dat was inderdaad maar een dikke bekabelde unit ook en dergelijke. Een headset kan een hele zuivere microfoon hebben. In dit geval zou ik zeggen van dit is wat meer je standaard kinderen die over Xbox Live aan het schreeuwen is kwaliteit. Ik wil overigens ook niet zeggen dat heel ernstig is, want je kunt hem ook afjenken, mooi het gatje dichtmaken en kiezen voor een betere microfoon. Bijvoorbeeld als je een streamer of een broadcaster of een YouTuber of whatever bent, dan koop je natuurlijk gewoon een betere microfoon. Het is wel belangrijk voor de normale gamer, niet de content creator. Is. Ja, precies. Maar ja, wie is dat nou nog? Geen content creator. Ja, nee, inderdaad. Wat ben je mee bezig? Waarom zou je geen content creator? Ga op Twitch streamen. Iedereen. Kijk naar Dr. Disrespect. Een beetje spelletjes aan het spelen, koopt een Lambo, weet je wel. Waarom doe je dat niet? Voilà. Om dat nog even hard te maken dan bij deze een microfoontest van de Corsair HS70. En ja, het is niet echt iets om over naar huis te schrijven, maar het hangt er ook wel heel erg vanaf van hoe dicht je hem hier zo op je mond plaatst. Want hij klinkt wat, hij overstemt wat snel als er een keer een tocht lucht invalt. En dat gaat in deze headspace vrij vaak gebeuren. Hij zegt ook wel dat hij iets van audio eromheen eruit filtert, ook al is het een omnidirectionele microfoon. Dat zou ik zeggen dat ik dat niet zozeer hoor, want ik kan ook heel veel dingen om me heen, het zoomen van apparaten en zo hoor ik ook vrij snel alweer in die sidetones hier in mijn headset zelf. Desalniettemin, het Discord label, ik zou niet zeggen dat dit per definitie iets is waarvan je zeg maar urenlang met je vrienden naar elkaar wil luisteren. Dan zou ik zeggen van nou koop dan een wat betere microfoon. Maar ja, inderdaad, als je gewoon wat dingen wil roepen in een game van waar de Hanzo zit, je hebt wat calls in Counter-Strike of zo, dat soort dingen, dat is allemaal prima, daar kun je dit ook gewoon goed mee doen. Zij het dan wel dat je dan even op moet passen dat die niet te dicht bij je mond zit, want dan krijg je heel snel dus dat Xbox Live uit 2007 gevoel. Maar desalniettemin, voor een headset in deze prijsklasse en het feit dat die draadloos is en daarin prima werkt, ja nee, dan is dit prima. Goed, de sum up, final thought, degelijk beestje. Degelijk beestje. Degelijk beestje, nee, goede headset, hij ziet er vooral heel erg mooi uit, hij werkt draadloos, maar niet als, hij moet een betere batterijindicatie hebben. Ja. En het heeft de meeste nadelen die eigenlijk heel veel draadloze headsets hebben, zeker binnen deze prijsklasse. Ja, nee, inderdaad. Maar dat is het ook een beetje een punt. Voor deze prijs zou je een heleboel van die dingen kun je nog echt wel overzien. En ook het feit dat hij dan op PC werkt, maar ook gewoon op PlayStation 4. Dat je dus wel ook gewoon met de software nog wel een beetje kunt equalizen, wat dingen kan tweaken en de microfoon net iets beter kan maken. Dat is allemaal prima. Maar ja, inderdaad, als je zoekt voor een budget wireless headset, dan zou dit het kunnen zijn. Of wacht even tot hij een keer zeg maar 90, 80 euro is of zo. Dan zou ik zeggen, is een hele zuivere koop. Duidelijk verhaal, dankjewel Tom. Wil je echt alles weten over de Corsair HS70? Begin bijna 5 te zeggen. Ga vooral naar gamersnet.nl of check de link in de beschrijving voor de uitgebreide geschreven review waar Tom helemaal in depth ingaat op alles. Tom, dankjewel. Bedankt Peter. Jou ook bedankt voor het kijken en tot volgende week bij een nieuwe Gamersnet Gear. Doe. Zit er nog een geoliede machine in? Ja, dat wel. Ja. Dat is bijna er zijn ook heel veel video's waarin je dat...